zon scheen op haar bolletje. Daarop droeg zij dus een roze parasolletje. En daar ging zij dan heel alleen, tot ze uit het gezicht verdween. Ze liep het dorp uit, het werd aan sneeuwtjes. Haar zijden rokje spande strak over haar billetjes. Moriaantje kwam in het bos en deed de knoop van haar bloesje los. Achter haar aan wandelden wat mannetjes. Wat hadden die daar voor snode plannetjes? Moriaantje, die was niet gek, want in het bos had zij haar afwerkplek. En wie betaalde, mocht in haar holletje. Moriaantje was dus duidelijk een stolletje. Ze was pas 18, maar wereldwijs. En ieder standje had zijn eigen prijs. Het was even daalders als je op zijn hondjes wou. Het was het dubbele wanneer je in haar mondje wou. Een harde tante, die Moriaan. Want wie geen geld had, die liet ze staan. Dan liep ze boos uit op een holletje. En wie de nakom sloeg ze met een parasolletje. En de moraal is van dit verhaal uiterst leerzaam voor allemaal. Je kan een man zijn, maar het leuke is dat als je arm bent, er meestal ook niet veel te neuken is.